Yo kijkers van Game met Max, welkom bij een nieuwe Mindtopia video. Vandaag zijn we in Mindtopia mensen. Vandaag gaan we iets super tofs doen. Want we gaan namelijk, zoals jullie in de titel zien, we gaan een gun kopen. Zoals mijn microfoon een beetje slecht is, ik probeer te fixen, dus dat komt goed. In ieder geval, we gaan dus een gun kopen mensen. Doe alvast een like als je dat leuk vindt. Vergeet zeker niet te abonneren als je het niet hebt gedaan. Er komen vette dingen aan binnenkort. In ieder geval, druk natuurlijk ook die like. En ja, ik ga die gun kopen. Ik heb, iemand, een kijker van mij, naar me toe gehad op Twitter en die stuurde een DM: Max, wil je gun kopen? Wil je gun kopen? Toen zei ik, ja, wat moet ik daarmee? Toen zei hij, ja, hij heeft 1 dure of 0 dure had hij of zo. En ik dacht, ja, wat moet ik nou met een gun met 1 of dure of zo? En toen zei hij, ja, 75k. Dus ik dacht, ja, dat is wel echt goedkoop, dus waarom niet? Nou, hij is dus bij mijn huisje. Je mag officieel nog niks met wapens doen in die, ja, hoe heet die wijk nou? Grottenwijk, Sloppenwijk. Maar hij zei, ja, ik wacht daar op jou bij jouw huisje, bij de gangplot. Dus als het goed is hij daar. Hij zei er al 5 minuten geleden, zei ik, zei dat ik aankwam. Dus ik pin eventjes 75k, want ik heb daar geen pinautomaat en ik hoop dat hij me niet scamt. Ik laat hem sowieso eerst droppen, anders doe ik het gewoon niet. Maar ja, het is een kijker, dus ik vertrouw het wel. En ja, eventjes kijken. Ik plaats hier gewoon mijn brommer, want ja, mijn scooter heb ik gewoon mee en dan kan ik hem hier gewoon plaatsen. En wie komt daar? Jelle. Kijk, en dan kan ik hier gewoon rijden mensen. Het lijkt hem wel een beetje aangezien het druk is, want Manic is volgens mij live nu. Dus het lijkt een beetje wel met rijden, maar dat maakt niks uit. In ieder geval 75k voor een gun met 1 dura, daar kunnen we wel grappige dingen mee doen, een beetje trollen en zo. Dus ik ga dat gewoon doen. In ieder geval mensen, oh, het lijkt. Dit is echt grappig, zo'n scooter. Kijk, ik kan ermee springen, kijk, hoppa. Het gaat wel, in ieder geval je reist een stuk sneller, zonder dat je hoeft te eten de hele tijd. Je traint natuurlijk wel niet je fitheid, dat is wel zo. Maar het is alsnog gewoon chill. En het stuurt veel fijner als een auto. Deze kan je, ja, veel beter besturen, veel makkelijker. En we zijn er volgens mij al. Ik kan volgens mij niet met mijn scooter de Krottenwijk in. Even kijken, dan gaan we gewoon testen. Oh, als ik te hard ga. Is het nou dicht? Oh, nee. It's Kevin, wat moet It's Kevin nou hier? Hij, met hem heb ik niet afgesproken, dus de... volgt hij mij? Goldman. Sebastian. Grey Casino. Nee, dat was... Ja, ik loop goed naar mijn huisje, want hij stond als goed is bij mijn huisje. Ik hoop niet dat Manic zo meteen hierheen komt lopen, want er lopen er 100 mensen hier. Ik ga gewoon handelen in mijn huisje en dan zeg ik gewoon doe mobiel als je hand als die mobiel heeft. Even kijken, mijn huisje was daar. Ik ben er al een tijdje niet meer geweest mensen. Maar ja, iedereen zei ga een wapen kopen, ga een wapen kopen, ga een wapen kopen, ga een gun kopen, ga een gun kopen, ga een gun kopen. Dat ja, dat ik vroeg, ja, wie verkoopt een gun? En toen reageerde deze jongen. Ja, we moeten nog kijken of die me niet scamt. Dus dat was ook nog wel wat. Nou, we zijn er bijna. In ieder geval kunnen wij de 500 likes halen voor deze video mensen. Speciaal voor jullie, ga ik gewoon een gun kopen. Ja, hier heb je hem denk ik. Farah. Fuck, zegt hij. Yo. Ja, hij is het. Kom. Ik zal mijn mobiel ook wel uit mijn hand doen. Heb je hem bij? Hij zegt telefoon weg. Ik heb hem al weggedaan. Heb je hem bij? Best PvP EU, dat is Tolly volgens mij, ik weet niet meer zeker. Oh, hij is erbij! Oh, hij is erbij! Gardoen, dadelijk staat politie hier. Oké, kom dan. Kom. Kom. Ga maar even in de kelder, dan kan de politie ons ook niet zien. Oké. Even kijken, hangen hier camera's. Oeh, er staat er iemand bij. Goldman 4. Ja, ik kom zo. Ik ben zo fan. Ik kom zo. Oké, hij is fan. We zitten even in record. Oké. Drop maar. 75k eruit. Oh, hij dropt hem ook gelijk. Hier, Beretta U22. Eigendom van It's Jordi. Wat? Hij is eigendom van It's Jordi. Nou, dan moet je hem waarschijnlijk opnieuw laten inschrijven ofzo. Nul durability. Je kan letterlijk 1 keer schieten en dan is hij kapot. Oh my god. Maar wat heb ik hier aan? Hij zegt geld. Nee. Easy. Ik doe net even op mijn scam. Kill je, zegt hij. Oké, geef me geld. Hier.
Ja. Ik weet niet hoe werkt dat met inschrijven. Ik snapte helemaal niks van hoe dat met die guns werkt tegenwoordig. Dan moet je inschrijven of zo. Naar Kildor. Oh, ik moet naar Kildor gaan, dan wordt hij op mijn naam. Ik zei ja, of ik schiet er gewoon één keer mee, dan is het ook goed, denk ik. Ik weet niet hoe het werkt. Of ik ga hem weer verkopen nu. Of ik schrijf hem in als ik hem wil houden. Ik kijk wel. Nou, en sla iemand van de brug en dan schieten. Nee. Oh, Goldman! Goldman! We gaan... Kom. Mag je screen maken? Hij mag even naar binnen. Hij mag even screen maken. Kan het ook buiten? Oké, ook buiten. Niet dat er iemand van de politie is, hè? Maar zit hij live, gewoon in de video. Yo, ja, Goldman, ja, klaar? Ja? Oké, nou. Kom. Best. Best PvP. Kom. Oké, bedankt voor het handelen. Als je nog eens wat leuks hebt, stuur dan maar weer tweet. Dan misschien is er nog wat te kopen. Oké, we hebben nu dus een gun, maar ik kan er maar één keer mee schieten. Maar we kunnen er wel mensen mee bedreigen bijvoorbeeld, dat is wel grappig. Kom even. Ik moet hem nog wat vragen. Ik ga dat niet hier doen. Ken je iemand die piva verkoopt? Want ik heb bivakmuts daarvoor nodig natuurlijk. Nou, misschien kent hij iemand, ik weet het niet. Niks. Zie je morgen, 15:30. Momenteel niet, oké. Nou, bedankt voor handel. Oké, thanks voor handel. Nou, ik ben op level 10, het level systeem doet een beetje raar volgens mij. Later. Nou, yo, oké, mensen, we hebben dus een gun. Alleen, wat... Even mobiel wat pakken. Oh, ik moet oppassen, hij liet er nog. Waar moet ik hem gaan opslaan, mensen? Laat het achter in de reacties. Waar moet ik hem... Moet ik hem verkopen? Moet ik hem opslaan? Moet ik hem gebruiken? Wat moet ik gaan doen, mensen, daarmee, met die gun? Laat het dus even achter in de reacties. Ik heb hem vrij cheap gekocht, in principe. Dus in principe kan ik er wel best wel winst op maken, denk ik. Ik weet niet wat de guns tegenwoordig waard zijn. Het kan ook zijn dat ik keihard gescamd ben. Maar ja, iedereen zei het, koop een gun. En dit was eigenlijk letterlijk het enige wat ik kon vinden op iemand die reageerde. Dus heb ik dat maar gelijk gedaan. Ik dacht, het is net zo makkelijk. En die Goldman, ik lijkt net iemand van de politie, man. Dat vraagt hij allemaal, hoeveel geld heb je? Genoeg. In ieder geval, mensen, vond je dit een toffe video? Laat achter trouwens wat ik de volgende keer moet gaan doen. Jullie mogen dus bepalen wat ik ga doen. Laat dus gewoon in de reacties achter wat ik moet gaan doen de volgende keer. Dus zeg je, verkoop de volgende keer bivakmuts. Ja, dan ga ik dat proberen te doen. Het lukt natuurlijk niet altijd allemaal die dingen. Maar ik kan het altijd proberen. Dus in ieder geval, laat dat dus achter in de reacties wat ik de volgende keer moet gaan doen. Dat is zeer belangrijk, want ik soms af en toe, als ik mijn Topia ga opnemen, heb ik niet echt meer ideeën. Aangezien ik letterlijk... 100, ofwel heb ik 130, 120 afleveringen al van MyTopia. Ik heb bijna alles al gedaan. Van inbreken tot schieten, tot loot. Loot Chris gaan we binnenkort trouwens ook met deze gast opnemen. Hij is er weer. Fuck. Hij zei ook, je mag een keertje mee met Loot Chris. En ik had nog een fastpass, dus ik zei, is goed, dan gaan we het opnemen. Dus van het weekend gaan we dit opnemen. Eventjes kijken. Loot Chris komt er dus aan, dat hoef je dus niet aan te vragen. Wat zegt hij allemaal? Ik heb chips. Hij is allemaal ijsjes, nou geweldig. In het weekend gaan we dat dus opnemen, mensen. Dus ja, die video komt volgende week, gok ik ergens. In ieder geval, dat was dus de video van vandaag. We hebben dus een mooie Ganon gekocht. Ik ga hem even op naam laten zetten of wat er mee moet gebeuren. Ga ik zo meteen even navragen en dan fix ik dat even. In ieder geval, dit was de video. Doe een like als je het tof vond. Vergeet zeker niet te abonneren als je het nog niet hebt gedaan. En bedankt voor het kijken en tot de volgende keer, mensen. Doei!